Goedenavond, u kijkt naar Uw Nieuws. We beginnen de uitzending in Utrecht, want iedereen vindt er wat van. Het verhaal over de statushouders die ontslag namen bij hun werkgever nadat ze een woning hadden gekregen. Maar waar eerder werd gesproken over tientallen statushouders, blijkt het verhaal toch anders te zitten. Volgens de gemeente Utrecht hebben 6 statushouders hun baan bij een grote fastfoodketen in de stad opgezegd op het moment dat ze van het AZC doorstroomden naar een eigen huurwoning. Dat meldt de gemeente nadat er commotie was ontstaan door een artikel in het Financiële Dagblad dit weekend en raadsleden er vragen over stelden. Ik praat hierover verder met verslaggever Annemarie Verhagen. Annemarie, allereerst, hoe zit dit nou precies? Nou, wat we weten is dat er in ieder geval 6 statushouders die in het asielzoekerscentrum zaten, een baan hadden in Utrecht bij een fastfoodketen. Die hebben op een gegeven moment een huis toegezegd gekregen. Dat was in de periode, misschien weten mensen dat nog wel, dat statushouders versneld een woning kregen toegewezen in Utrecht. Een grote groep. Een grote groep, 490 mensen waren dat ongeveer. Die kregen voorrang op een huis. Ja. Nu zijn er 6 statushouders die ook een baan hadden terwijl ze in het asielzoekerscentrum zaten en die baan hebben opgezegd. We weten niet waarom. We hebben ze niet gesproken. De gemeente heeft ze individueel ook nog niet gesproken. We weten het wel dat er 6 zijn. Okay. In de krant stond tientallen. Nou ja, dat is nogal een verschil in aantal. En dat aantal en dat bericht deed heel veel stof opwaaien bij heel veel mensen. Maar nu blijkt het aantal anders te zitten. En het is ook nog even uitzoeken wat de reden is dat deze mensen zijn gestopt met werken. Juist. Maar ja, doen ze iets verkeerd, Annemarie? Het korte antwoord is nee. Er zijn geen regels overtreden. Als je statushouder bent en je krijgt een status toegewezen, dan heb je recht op een huis. Je mag dan ook een uitkering aanvragen. Je krijgt huurtoeslag, zorgtoeslag. Je mag ook werken. Je hoeft niet te werken. Nee. Voor statushouders ligt het altijd net iets anders dan voor anderen. Maar tegelijkertijd hebben zij dezelfde rechten, maar ook plichten als Nederlanders. En het is dus ook niet gek dat heel veel mensen nu dus denken, wat gebeurt hier eigenlijk? Iemand komt naar Nederland, krijgt een huis, krijgt een uitkering. En vervolgens zeggen ze hun baan op. Maar het is even de vraag wat hier precies is gebeurd. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We hebben Vluchtelingenwerk Nederland gesproken, gevraagd of zij zich herkennen in deze aantallen. Zij zeggen heel duidelijk dat zij zich niet herkennen in de aantallen die nu worden genoemd. De gemeente herkent zich ook niet in die aantallen. In die tientallen. In die tientallen aantallen. Wel is het zo dat dit landelijk vaker gebeurt. Maar dat heeft met allerlei dingen te maken. En dat heeft bijvoorbeeld te maken met wat voor werksituatie je hebt en wat je verdient. Dus eigenlijk in hoeverre werken loont als je een uitkering hebt. Ja. Maar ook met nog meer zaken. Laten we even kijken wat Vluchtelingenwerk daarover zegt. Ja, ja, en daarnaast zit het in goede begeleiding ook vanuit de gemeente en vanuit COA en anderen die daar betrokken bij zijn, om ook het gesprek met de werkgevers aan te gaan. Weet je, zeker als mensen voordat ze ingeburgerd zijn beginnen met werken en de taal nog niet spreken, ja, dan is het ook heel lastig voor hun om met hun baas goede afspraken te maken als hun situatie opeens verandert. Wie weet moeten ze naar de andere kant van de stad verhuizen en moeten ze soms eerst hun kinderen brengen en lukt het logistiek allemaal niet meer. Als je daar goede afspraken met werkgevers over kan maken, in combinatie met een aantal, nou ja, van die regelingen aanpassen, dan denk ik dat je een heel eind komt. Ja, verschillende redenen kunnen er dus zijn. Ja, hoe we het er ook over hebben, het heeft voor veel commotie gezorgd. Ja, het is absoluut niet goed voor de beeldvorming natuurlijk. Hele boze raadsleden, kamervragen gesteld. En het lastige aan dit verhaal is dat we niet weten waarom deze mensen zijn gestopt met hun baan. En dat maakt het heel erg ingewikkeld. Misschien zijn daar best wel redenen voor te bedenken. En misschien ook wel niet. Maar wat redelijk belangrijk is hierin, is het aantal wat we weten, dat het daar even bij blijft. Dat we weten dat het niet om tientallen gaat vooralsnog, maar om 6 mensen. Dat het afwachten is waarom ze deze beslissing hebben genomen. Maar dat het wel heel ingewikkeld wordt voor het hele thema aan zich. Ja. Zegt ook Vluchtelingenwerk. Ja. Ik vind dat als er dingen niet goed gaan, moet je dat benoemen. Moet je op zoek gaan naar oplossingen. Maakt niet uit over wie het gaat. Maar dat dit gebruikt is door heel rechts en rechtsradicaal Nederland om de hele onderbuik leeg te laten lopen. Ja, weet je, daar draait mijn maag wel echt van. Duidelijk. Krijgt dit nog een staartje? Ja, minister Carine van Gennep van Sociale Zaken wil graag opheldering van de gemeente Utrecht. Ze wil weten hoe het zit met die 6 statushouders. Wat de precieze beweegredenen zijn geweest van deze individuele gevallen.
De minister vraagt zich ook af of de gemeente Utrecht deze mensen wil gaan korten op de bijstandsuitkering bijvoorbeeld. Als een soort gevolg van het stoppen met werken, het stoppen met je baan. De gemeente zegt daarover dat ze eerst zelf een gesprek willen inderdaad hierover met de minister. Maar dat ze ook eerst willen weten wat de individuele gevallen zijn voordat ze uitspraken willen doen over eventuele gevolgen. Ja. Dus dat is nog even afwachten. Juist. En de gemeente, wat zegt de gemeente daarover? Ja, die zegt dat het dus inderdaad met meerdere zaken te maken heeft. En zegt bijvoorbeeld ook dat er de zaken zoals hoe zit het precies met een uitkering en werken en wat je verdient en wat je overhoudt. Dat het wel belangrijk is dat ook dat soort dingen helder zijn. Met name voor statushouders die vaak de taal niet spreken. Ook te maken krijgen met inburgeren en dat soort zaken waar je vervolgens druk mee bent. Misschien kinderen naar school moeten brengen en dat soort andere zaken. Dus dat er op heel veel vlakken nog veel te regelen valt. Okay. Wat we ook zien is dat werken ook moet lonen. Deze jongens en meiden vaak, soms wat ouder, soms wat jonger, hebben vaak wel de banen die uiteindelijk geen duurzame oplossing is. Waarbij je op langere termijn eigenlijk gewoon je huur niet van kan betalen. Nou, dat zijn de punten waar we wel echt wat mee moeten, denk ik, in Nederland. Ja, oproepen dus. Ja, en het beleid dus veranderen. Ja, zeker. Annemarie, dankjewel.